Ivo gaat CO2 ruimen bij kok Rudolf. Bijzondere kruiden zijn bij deze meesterkok meer dan welkom. Ik vind dit wel een hele eer. Ik kom vandaag bij jou in de tuin wat doen. Nou, ik vind het zo fantastisch. En dan denk ik, dan kan het niet missen dat ik wel met kruidenplantjes zou komen lopen. Toch? Eens kijken. Ja, de geur snelt je al voor, hè? Echt wel? Ja. Ik heb allerlei kruiden meegenomen, die zie je hier ook staan. En ik weet hoe goed jij bent met koken. Nou, als ik nou gewoon één van de kruiden, als je die hieruit kan kiezen, waar jij misschien iets leuks mee kan gaan doen. Nou, weet je, eigenlijk hetgeen wat hier het sterkst van ruikt, zou ik zeggen. Oké. En weet je zelf, denk dan ook wel, hè? Wat springt er nou uit? Ja, de tuin heeft een soort algemene waas, maar wat er echt uitspringt is dit, salie. En mag ik, ja? Ja, zeker. En als je dit een beetje kapot maakt of door je vingers wrijft, dan komt daar een geur uit die heel moeilijk te omschrijven is, hè? Ja. Het is heel, heel warm, het is heel rijk, het is tintelend, een beetje peperig. Wat eigenlijk een van de mooiere gerechten is om te maken met salie, is saltimbocca. Nee, dat ken ik niet. Italiaans. Ik heb nog iets, hè. Dit is gaaf, hè, om te gebruiken, dit ook nog, hè. En wat ga je daarmee doen? Vullen met een gehakt van champignons en courgette. Ik ga aan de gang met een mooie kruidenbar. Oké, en je hebt wat mensen bij, hè? Laat iedereen gewoon straks aan tafel zitten, gezellig. Oh, ja? Kijk, mooi uit. Geeft wat hij heeft. Lekker. Hij leeft, hey, gezellig. Top, man. Als je dan bij Rudolf een CO2-ruimers mag doen, dan moet je ook wel wat met zijn passie doen. Nou, dat ga ik buiten maken. Ik ga zijn eigen buitenbar creëren, met kruiden. Hij loopt straks vanuit zijn keuken in zijn eigen barretje en dan kan hij gaan plukken. En dat ga ik onder andere doen met Oosterse kruiden. En ik heb heel veel mooie dingen. Ik heb hier bijvoorbeeld een citrus staan. Maar wat dacht je van deze? Jasmijn. Van die bloemen kan je heerlijke thee zetten. Kurkuma staat erbij en een van mijn favorieten, citroengras. Die geuren die komen je al heerlijk tegemoet, hè, met al die kruiden om je heen. En die gaan we natuurlijk ook in de kruidenbar plaatsen. Dit zijn allemaal biologische kruiden, waaronder bijvoorbeeld tijm. Ik heb hier munt staan, ik ga zelfs met een lavendelsoort aan de gang. En in de wintermaanden mag winterporselein natuurlijk niet ontbreken. Hoe kouder het wordt, hoe betere smaak eraan komt. Ja, Rudolf die weet precies waarvoor hij het moet gebruiken in de keuken. Wil je dat nou zelf weten? De kookinspiratie staat achter op het kaartje. Kijk, ik heb kalfslapjes. Heel licht zouten, want het belangrijkste is natuurlijk nu die salie. Kijk, en als je echt van de smaak houdt, doe dan gewoon 2 salieblaadjes per lapje vlees. En dan een parmahamplakje daar weer op. Kijk. En dan eerst de saliekant. Met de parmaham zorg ik dat goed plakt. Heerlijk in de pan. Hey, wauw, Ivo, dit is veel te gek. En? Je komt daar met een paar kruiden. Ja, dit is echt gewoon te gek. Wat ik heb daar verdiend? Nou ja, waar heb ik het aan verdiend? Ik denk dat dit zo leeg is, want jij gaat natuurlijk met al deze kruiden aan de gang. Ik heb 2 kruidenbarretjes geregeld voor je. Je noemt er gewoon een bar. Ik vind dit een kruidenbar, want dat voelt toch ook gewoon prettig. Ja? Hier moet je van plukken, hier moet je van smullen. Ik heb de kaartjes erbij gedaan. Oh, wat goed. Niet voor jou, want ik weet dat je het allemaal wel weet. Dit vraag ik me dus af, wat dit is. Deze? Ja? Kijk. Ik zet het er gewoon bij. Even kijken. Oh, Laos. Jeetje, dat gebruik je bijna nooit. Ik ook niet hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, en dit is nou precies wat we willen, hè. Er wordt meteen van gesmuld. En? Ja, fantastisch. Om mee te stoven en zo. Maar laurierboom zeg, te gek. Kijk. Oh. En dit zie je niet vaak, want deze laurier zit helemaal vol met bloemen. Ik ken best wel die kleine struikjes nog. Maar dit is er één. Ja. Ach, fantastisch. En hij gaat helemaal bloeien, dus dat ga je ook nog meekrijgen. Ja. Wauw. Kijk. Ja, maar dit ruikt gewoon naar stoofschotels al meteen, hè? Meteen, inderdaad. Ja, maar het ruikt lekker. Ik moet wel even nog voor jou aan de slag, hè? Is het bijna klaar, of niet? Ja, bijna. Ik denk dat ik de potten nog een beetje schoonmaak. Laatste finishing touch doen. Dan ga ik mijn courgettebloemen even stomen of stoven, oké? Hé, maar dankjewel. Dat is echt fantastisch. Saltimbocca met de salie van Ivo. En dan kunnen we helemaal zo lekker eten. Als dank voor het gezellige team.
Wat hebben jullie hard gewerkt in zo'n korte tijd? Kijk eens eventjes. Dankjewel. Robin, alsjeblieft. Dankjewel. Een kruidenbar. Die heeft hier buiten, dus daar kan je mee aan de gang. En veel meer. Alles wat er omheen staat. Die laurierboom. God, wat een goed idee is dat, zeg. En hij gaat bloeien. Proost. En nogmaals dank.